Waza, strijders van de Alliantie, ik ben Rick. Welkom bij een aflevering van Assassin's Creed Odyssey. Ik ga even checken van... Oké, dat zei ik hè. 3, 3, 2, 1. Waza, strijders van de Alliantie, ik ben Rick. Welkom bij een aflevering van Assassin's Creed Odyssey. Vorige aflevering zijn we erachter gekomen dat we een verrader in ons midden hebben. Die gaan we nu eens even confronteren. Dit is de tweede video die ik achter me opneem. Ik heb mezelf even een vers glas H2O geboord. En nu kunnen we hopelijk gewoon... deze confrontatie aangaan, terwijl ik mijn glas H2O aan mijn mond zet om een slok te nemen. Weet je, ik loop nu stage. En dat heb ik misschien een paar afleveringen geleden ook al verteld. Maar, ik drink superveel. En superveel koffie. Als je een kantoorbaan hebt, en je gaat er regelmatig, moet je op kantoor zijn, dan snap je ongetwijfeld wel wat ik bedoel. Want... koffie, koffie en koffie. Ja, ik drink dus best wel veel en daardoor drink ik ook superveel water. Want blijkbaar drukt je huid uit van koffie. Van cafeïne, volgens mij. En daardoor drink je dus juist wat meer water. Ja. Dus een, zeg maar, eigenlijk moet je na elk pak koffie een glas water drinken. En dat doe ik dan ook. Dat denk ik wel. I'm sure. I'll gather the efforts and meet you in the throne room. See you in the throne room. Okay. What are we waiting for? Sorry to keep you waiting. You summoned the efforts? You must have achieved some success to earn this adoring crown. Yeah. I brought home an wreath for Sparta. Though, I had to enter the games and win it myself. Very good. But what of our Pancration champion, Testicles? There was an accident at sea before he could compete. Games are hardly important. What about Viotia? Stentor and I defeated the Athenian forces. You have nothing to worry about. If you have nothing but good news to share, why did you call for the Air Force? We were told serious charges would be brought. Serious charges? Against whom? Wie denk je? You act as if you don't know. Against you, Pausanias. I have traveled Spartan lands and beyond, and found proof of Pausanias's betrayal. He's a member of the cult of Cosmos. These traitors are willing to kill hundreds, to rule thousands. Here's all the proof you need. Proof? What proof? Oh. So the rumors are true. We never would have thought a king could be so dishonorable. Honor belongs to history. You deserve death. How for dare your you crimes. Threaten a king, Pausanias? You are king no more. As of this day, you are exiled from Sparta. Before Athena and Ares, I swear you'll regret this. Justice will be done. You'll have your justice, puppet king. Yes. Forgive us, my king. My daughter couldn't let him stay in power any longer. Of course not. You've more than earned your citizenship. Sparta owes you thanks and releases your home unto you. Okay. Your home has returned. Our home, lamb. Let us leave the court to its business. We'll talk outside. Die is niet blij. As for Pops, maar ik wou zeggen, hij leeft nog. Wise to deal with him as soon as possible. I will. He is a cultist after all. When you've dealt with him, meet me at home. Okay. With pleasure. Nou, laten we dat maar gelijk doen. Cult of Cosmos. I'll have to kill him myself. Inderdaad, laten we dat maar even snel doen. Ja, ik vind het jammer dat we er nou weer achteraan moeten. Waarom hadden we niet gewoon per direct neer kunnen klappen? Maar ja, dat zal wel niet gerechtvaardigd zijn vanuit de Spartaanse whatever the fuck. Anyway. Maat. Hij zit... Hij rijdt. Of niet? Waarom de fuck
Ging dat paaltje dan helemaal bewegen zo? Vreemd. Pausanias. Ik kom je halen, vriend. Jij bent de laatste persoon van de Peloponnesische bond. Hey! Ah, kut, dat is de verkeerde. Ja, hij heeft veel HP, man. Maar dat is met heel veel characters in deze... in deze game. Ben ik wel achter gekomen. En daarvoor heb je dus je skills. Ik zweer, zonder die skills zou je echt letterlijk niemand kunnen killen. Hup. En volgens mij heb ik hem nu. Of nog niet. Ik heb hem. Doei. Oké, doei vrouwtje. Die random besloot om met mij te fighten. Niet je slimste plan. En dan steken we jou in je nek. Het is jammer dat dat vaak gebeurt. Dat er gewoon uit het niks een heleboel mensen komen. En dan heb je in één keer een fight of echt een gigantische veldslag. En dat wil je niet. Dus dat wil ik niet altijd. Soms wil je gewoon als even iemand gewoon normaal kunnen killen, toch? Gewoon even snel tussendoor. Nee, dat kan in deze game dus niet. Zo. There we go. En blijkbaar zijn gelijk dat voorbij. Fine. Zullen wij weer moeten. Kijk, wat ik ook wel mis ten opzichte van Origins is het feit dat je eventjes een cutscene krijgt waarbij je met de persoon die je hebt gekild eventjes praat. What's gone? There was a skull here, a small rabbit skull, from your first hunt. Why would someone take that? There is only one person who would have taken it. Nikolaos. Okay. Maybe seeing each other again made him think of this place. It did the same to me. Seems I wasn't the only one yearning for home. I hope I'm not intruding. Procedas. Come in. It's good to see the two of you back home. It feels good to be here. You're here instead of in training. What's wrong? I'm heading to Pylos as soon as I can. I think you may want to come as well. Okay, waarom? I'd be happy to return the favor. What's waiting for us in Pylos? Glory. The Athenians are pushing the Spartans back even as we speak. It would be a devastating loss for Sparta, and I can't allow that to happen. Okay. It sounds like you've lost confidence in Sparta's warriors. They're as strong as they've ever been. But now they're facing a power they can't even imagine. Do you mean Deimos? Yes, that's what the rumors say. A force of nature in the body of a mortal who can cut down any soldier in his path. If Deimos is in Pylos, we have to stop him. I'll wait for you at the ship, but be quick. Each moment we waste is another Spartan dead. Okay. Alexios is in Pylos. You have to bring him back, Cassandra. Bring him back? We have our home again. We can be a family. It isn't too late. Okay. I'll do what I can, Mother. But I can't promise anything. Please, don't say that yet. The cult of Cosmos has had too much time with him. He is beyond reason. Isn't it worth trying everything we can? Yeah. And if I can't save my brother? Then we will have tried. We thought him dead for so long. I refuse to give up just yet. I'll do what I can. I should leave for Pylos now. Okay. Be safe, Cassandra. Pylos is ons volgende doel. We hebben Pausanias gekild. Dat betekent twee van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mensen dood.
Oké. Kijk, dit is waar het interessant wordt. Beide kanten van de oorlog. We hebben nog een aantal mensen te killen. Zoals je kan zien, we zijn er nog niet. Er zijn een aantal mensen die ik nu al zou kunnen steken. Er zijn een aantal mensen die ik nog niet heb gevonden. Ik moet daarvoor wel echt meerdere plekken zien te vinden. We hebben nog wat wapentjes gevonden. Is dat iets? Oeh. Wat een manen van doen. Kijk toch hier. Sectebewijs. Nog een paar artefacts. Nog een paar leveltjes. Waar gaan we een leveltje in steken dan? Dat is de volgende vraag. Laten we deze doen. Zo, we moeten naar Pylos. Waar zit Pylos? Waar ligt Pylos? Laconiek heb ik trouwens nog niet alles aan. Ook hier ligt Pylos. Ah, oh, had ik hier maar een checkpoint gehaald. Kut. Kut, kut, kut. Er zal hier toch wel ergens een... Ik heb hier letterlijk nergens een freaking checkpoint. Oké, ik ben echt een domme man. Zou je naartoe kunnen lopen? Ik zou er naartoe moeten kunnen lopen, toch? Of niet? Ja, maar dan ben ik echt een tyfus eind onderweg. We pakken gewoon de boot. Ik heb een idee. We pakken gewoon de boot. Want we hebben wel een checkpoint of een teleportpoint hier zo. Kijk, hier is waarom checkpoints in Assassin's Creed altijd fucking handig zijn. En dat is het ding. En dat is ook wel jammer. Want voorheen in andere Assassin's Creed. Je zal bijvoorbeeld 2 pakken. Had je meerdere gebieden. Alleen elk gebied, de checkpoint daarvan. Was in, of tenminste de sync point daarvan. In principe kon je gewoon de map zodanig reversen. Dat je zeg maar die niet nodig had. En dat kan hier niet. Je moet echt met checkpoints travelen, anders ben je gewoon rustig 33.000 jaar bezig met komen waar je wil zijn. Dat is iets minder leuk. We pakken de boot. Dus ja, het is een hele andere game. Je kan het bijna niet vergelijken. En dat is wel jammer. Want de identiteit van Assassin's Creed is dus gewoon gone. De oude identiteit. De nieuwe identiteit daarentegen. Ja, dat moet je natuurlijk liggen. Kijk, en ik heb hier al vaak genoeg over gepraat, dus ik zal het proberen kort te houden, maar... Het is nou eenmaal zo, dat je op het moment dat je een nieuwe... Ja, hoe zeg je dat? Nieuwe route inslaat met een game. Dan ga je, zeg maar, mensen teleurstellen. Want er zijn mensen die vinden het originele concept heel erg nice, andere mensen vinden dat niet. Maar de mensen die het niet nice vonden, speelden de game al niet. De mensen die het wel nice vonden, of het originele concept wel nice vonden, die speelden de game. Dan ga je vervolgens een nieuw concept in een game gooien. Waar de oude mensen misschien wel niet tevreden mee zijn, dus wel liefst een groot gedeelte van je groep. En het is niet per definitie zo dat de mensen die niet, of die de game oorspronkelijk niet kochten, die game nu wel gaan kopen. Dus ja, wie na je uiteindelijk het hardste? Waarschijnlijk je loyal fanbase, maar weet je. Ik ben geen game developer, zij hebben deze keuze gemaakt. En ik speel het. Voor jullie entertainment. Ik ga nogmaals dus niet zeggen dat deze game echt dollo is, maar het is niet de beste game in de reeks. Maar Assassin's Creed games zijn doorgaans wel gewoon goed. Dus. En ook hier geldt, deze game is ook gewoon goed. Maar niet. Zeker niet de beste van de reeks. Dat is natuurlijk ook een ding. Je moet een beetje objectief blijven. Want ik bedoel, van, ik kan nu wel gaan zeggen van deze game is shit, want het lijkt niet op de oude Assassin's Creed. Maar, er zijn erge games die ik heb gepleed in mijn leven. To be fair, ik heb vrij weinig echt hele slechte games gespeeld. Ik kan me op dit moment zelfs niet eens een game bedenken die ik echt heel erg slecht vond. Er zijn wel games die mij hebben gedisappoint. Dat heeft iedereen waarschijnlijk. Want ik bedoel van, bijvoorbeeld Murder Soul Suspect op mijn kanaal. Ik had hele hoge verwachtingen van die game, maar die game viel uiteindelijk toch een beetje tegen. Bioshock viel mij een beetje tegen. Welke games heb ik nog meer gespeeld? Ja, dat zijn nu even de 2 games die ik voor mijn geest kan halen. Maar zo zijn er waarschijnlijk nog wel games die ik heb gespeeld die ik niet zo nice vond. Maar dat zijn, weet je wel, daar moet je een beetje doorheen kijken. Meestal pak je natuurlijk ook gewoon games die hier liggen. Ik weet waarom vaak zo achter taal. Ik weet precies wat voor games ik echt heel erg nice vind. Dat zijn voornamelijk detective games.
En dat zou je misschien van mijn kanaal wel een klein beetje af kunnen leiden. Een klein beetje. Niet volledig, want ik heb nog niet heel veel detective games op mijn kanaal gespeeld. Wel een aantal. Zoals Murder Soul Suspect, zoals... wat heb ik nog meer gepleegd? Return of the Obra Dinn uiteraard. Maar dat zijn mijn games. Alleen het probleem daarvan is weer... Kijk, ik hou van detective games. Ik zou je twee perfecte detective... Of twee perfecte Murder Soul games geven. Die ik geweldig vond. En dan snap je misschien ook waarom ik die games niet op mijn kanaal kan doen. Danganronpa en Phoenix Wright Ace Attorney. Die twee games hebben zoveel tekst en heel weinig voice acting. Dus ik moet de hele tijd als een soort van narrator gaan spelen. Om ervoor te zorgen dat jullie iets van het verhaal mee krijgen. Ik kan daar niet een hele commentary doorheen gaan geven. Want dan raken jullie het spoor ook bij. Zijn ik ook. En dat is het voornaamste issue met detective games waar geen voice acting in zit. Of cutscenes of iets dergelijks. Wat is dit? Spaanse officier op de stand. Moet je nou echt een... Ik was niet van plan om jullie te fighten, maar jullie willen blijkbaar wel. Dit is misschien wel een beetje te veel voor mij. Dit gaat niet soepel. Ik moet even een boot killen. Ja, en dan enteren snel, want anders is de boot naar de touwtiefers. We are at a disadvantage, boy. Heb jij mij ooit zien spelen, man? Ik ben El Rickard. You don't stop El Rickard. We slaan jou gewoon van de boot af, vriend. De groeten. Hoppa, doei. Hup. Jij dood. Next. Hup. Oh zo, daar gaan veel mensen dood. Kijk, er is nog een game die ik de laatste tijd heel veel aan het play ben, die ik heel nice vind, dat is Injustice 2. Injustice 2, niet Injustice 1, Injustice 2. Die game is een fighting game, voor mensen die dat niet weten. En dat is leuk. Ik ben geen fighting game expert, maar die game die kan ik, een soort van. Ik ben er nu aan het leren, dat is een moeilijk spel, voornamelijk als je niet gewend bent om fighting games te spelen, dan kan je je misschien wel voorstellen dat het moeilijk is. Kan ik hier straks aanleggen? Ik moet even draaien, want mijn boot zit op de rand. We're ramming, boys! Where are we going? Boep! Ik moet even die boot afmaken, want zoals ik al zei, we zijn nu al heel erg low met onze boot. We moeten snel enteren. Kijk namelijk een keer de safe-conditie van. En op dit moment, hoe minder mensen er overblijven uiteraard, hoe makkelijker het voor mij wordt. En op een gegeven moment zijn er maar twee boten meer, of één of wat dan ook. Dus daar schrijven we natuurlijk gewoon naar. Zo, die guy is dood. En jij gaat van de boot af, doei. Daar hoeven we ook geen moeite meer in te steken.
Natuurlijk heb ik meneer Thermometer gevonden. Daar ging Thermometer. Oké. Okay. Hup, hup, hup. Ook jij ook van de boot? Ja, doei. Hebben ze? Yep. Oh, net of niet. Oh! Wie snipt hem? Een van mijn character of een van mijn boys die snipte hem. Cool. Dat is boot nummer 2. Het is alleen jammer dat we hierdoor best wel vertraagd zijn, maar hey, weet je. Soms moet je gewoon eventjes een paar boten neerschieten. Hup. Gaan we weer. Dat is de volgende guy die wil klappen. Come on! Replace those who've fallen! Archers, take your marks! Hup. Dat is nummer 3. En daar moeten we nog eentje, dan is klaar. Ik heb die guy gehit, ik ben sick. Bewegende boot nog steeds zitten. In je noten. We moeten even wat dichterbij komen, dan kunnen we gaan. Let's go. Hup. Zo. Intuïtieve gameplay, boys. De groeten. Jij gaat van de boot, van de boot. Hup, hup. En nog één guy. Dat is deze. Dan ga je nog twee. En nog twee guys. Dat zijn deze twee. En die guy is ook dood. Hup. Een paar bootjes plunderen. We gaan nog verrassend snel. Ik had verwacht dat het langer zou duren, maar... Hup. Dan meren we hier straks aan en dan is het klaar. En nog één boot. Ik moet naar de andere kant. En nog één boot. Als we die boot hebben geklapt, kunnen we weer verder met ons leven. Nee, kut. Dat wou ik niet. Ik wil gewoon de boot besturen. Gaan we weer. Hallo. Salut. Dat is klaar. Hup. Kunnen we nu wel verder met ons leven? Ja, cool. Oké, okay, mooi. We gaan hier even aanmeren. Waar is de dok? Er zou hier wel geen dok zijn. Dus we verlaten hier gewoon de boot. Zo, de tyfus. Het lijkt hier al op vuur. Hup. Het lijkt hier nogal brandend. Het lijkt hier ook nogal dood. Veel dode mensen. Hallo? Oké, okay, mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer en met mijn vrienden. Hoop je de volgende keer terug te zien bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Odyssey. En daarin gaan we waarschijnlijk een veldslag doen. See you!